Welkom bij Tekenen met Vincent, aflevering 8. En ik heb een comment uitgekozen van Xander. En Xander, wat een leuke profielfoto heb je. Teken Timon na van de Lion King. Je ziet me onder mij staan, dus meteen naar het intro. Gaan we hem proberen. Het wordt moeilijk of pittig, maar we gaan het gewoon doen. Voor jullie, Tekenen met Vincent. Oké, people, let's go to work. En de muziek gaat gewoon door. Ik heb hier een foto onder mij van Timon. Ik moet af en toe een beetje spieken, want ik ga hem proberen na te tekenen. Hij heeft een hele aparte shape. Het is ook echt een pittere gelijk. Maar ik had beloofd om even een wat pitteriger te doen. En ik begin gewoon aan de buitenkant. Ik denk dat je sowieso aan de buitenkant altijd moet beginnen. En ik probeer nu zeg maar de buitenkant te doen. En hij staat heel apart erop. Ik bedoel, moet je kijken wat een rare shape. Dat is echt heel vreemd, dan staat een beetje schuin. Krijg je hier de staart, die gaat helemaal daar. En die wordt iets breder. En dan krijgen we zeg maar zijn armen. Die zijn hier. Ik heb hem losgelaten, zie je het? En dan krijg je dit. Hij heeft hele dunne, enge armpjes. Hè? Hij past er ook amper niet. Hij past er amper op. Maar ik ga gelijk ook die hand doen. En hier loopt het naar breed. Kijk maar dat schoudertje. Ik hoop dat het zo hoofd gaat passen. Want ik heb hem zo groot getekend dat het gewoon lastig is. Ja, ik heb gewoon tekentekort. Tekentekort, is dat een woord? Ik weet het niet. Jullie mogen altijd in de comments zeggen wat ik moet proberen na te tekenen. En dat ga ik proberen na te tekenen voor jullie. Nou, dit wordt dan Timon. Timon kennen we natuurlijk van het beste, een van de beste films die ik vind ooit gemaakt. En dat is natuurlijk Lion King. Een film die je niet mag missen. Schaam je als je hem nog niet hebt gezien. Er zijn drie delen. Drie delen van Lion King natuurlijk. Alhoewel, ik kon deel 3 niet echt een Lion King noemen. Ja, je kon het een Lion King noemen omdat er Timon en Pumba, omdat er natuurlijk karakters in kwamen van Lion King. Maar ik kon niet zeggen van het is echt een fantastisch deel. En daar is gewoon, hij is gewoon tegengevallen. Ik denk dat ze nooit dat ook altijd moeten doen. Klinkt een beetje raar, maar ja, je had natuurlijk Simba's trots en zo. Dat was veel beter. Nou, je kan natuurlijk... Ja, niks tipt aan deel 1. Niks. Helemaal niks. Zelfs in je moeder. Nou. Oké, ik probeer hem na te tekenen. Hij heeft een beetje halve oogjes. Hij is gewoon hij is blij, hij is enthousiast. Hij kijkt een beetje stoned. Dat wil ik eigenlijk wel noemen, ja. Hé, maar dit gaat helemaal nog niet zo slecht, dit. Meestal ben ik zo van afraffelen. Omdat het gewoon lastig is. Maar dit gaat nog best wel leuk zo. Ik vind het nog wel best wel een hele leuke. Het is ook best wel pittig moeilijk hoor, om Timon in één keer na te tekenen. Wie komt er dan in één keer bij Timon? Nou, ik heb hem uitgekozen. Dus laat ook zeker weten in de comments achter, als je er eentje hebt. Welke je denkt van Vincent, die moet je proberen na te tekenen. Die is leuk, die komt van misschien van Disney. Of dat is gewoon een karakter. Ik zag ook Harry Potter staan. Vond ik ook wel heel leuk, maar is pittig om na te tekenen. Omdat het niet echt cartoon is. Ja, natuurlijk bestaat Harry Potter wel als cartoon. Maar niet zozeer... Ja, je snapt wat ik bedoel, hè? Nou, ik ben een beetje random dingen aan het tekenen, zo. Voetjes. Zo, en dat staartje. Dat staartje is helemaal mislukt, ik weet het. Het was een beetje... Het is natuurlijk een stokstaartje. Yo! Dit klopt ook helemaal niet, zo. Ik maak een streepje. En die handjes zijn nog wel leuk gelukt, zo. Beetje snel gedaan, die handjes. Met zo'n handpalmpje past er net niet in. Ik had niet genoeg plek. Ze zijn ook zwart. Of die zijn een beetje donker, die uiteinden van die vingertjes eigenlijk. En dan heeft hij wat haartjes hangen, zo. Hier ook. Ah, ik vind het nog helemaal niet zo slecht, deze tekening. Vind je hem goed? Ik hoop het. Ik ben iets vergeten. Ik denk het niet. Ja, die hoort een beetje dikker te zijn, die teen. En deze hoort ook iets boller te lopen, zo. Ja, ik denk dat dit wel een beetje Timon is, eigenlijk. Ja, ik zal erbij zetten. Timon! Laat zeker weten nogmaals in de comments achter wat je van deze video vond. En ook als je eentje weet die ik moet natekenen. Zeker weten, even babbelen en ik kies er eentje voor de volgende aflevering van Tekenen met Vincent. Later!